eerste dat ik dit ga doen. Dus ja, ik verheug me er enorm op. Het wordt echt een fantastische ervaring. En waarom bij China Southern? Omdat ik denk dat het een hele nieuwe uitdaging is. Met een hele andere cultuur in de, waar we mee in aanraking komen. En dat biedt een heel dynamische werkomgeving. Why does China Southern chooses a Dutch cabin crew? 中国南方航空和 Schiphol 和这个荷兰这个交往越来越多，在飞机上我们和荷航联姻之后啊，一直以来这个国外西方的客人越来越多，因此的话呢，提高服务质量，增加一些荷航的这个荷兰籍的这个乘务员，将有效的加强我们对旅客的这种沟通，提供更优质的服务。 Ik heb begrepen dat jullie een training krijgen in China. Heb je een beetje gehoord al hoe dat in elkaar zit? Dat het 6 weken duurt. En dan zitten we in Guangzhou. Voor de rest weten we ook helemaal niet veel. Weet jij er iets meer van? Nee, helaas niet. Maar het houdt de spanning erin. From April on, we will have 5 extra direct flights to Guangzhou. Because we want to develop our hub Guangzhou as another international hub for European passengers to go to further destinations like New Zealand, Australia and Southeast Asia. Ja, hoe zeg je welkom aan boord in het Chinees? Geen idee. Ik zou het echt niet weten. Nee. We krijgen geen Chinees. We krijgen wel een cultuurtraining, maar niks met de taal.